Besef al die tijd waarop jij gewoon aan het stressen bent over dingen die geen waar jij geen controle over hebt, als je die tijd zou spenderen aan de dingen waar je wel controle op hebt? Cool. Een interessante vraag. Een moeilijke iets. Heel veel mensen struggelen ermee. Ja, iedereen eigenlijk. Letterlijk iedereen. Iedereen probeert gelukkig te zijn, toch? Dat is denk ik het meendoel van iedereen. Elke actie die je doet in je leven. Ja, het is basically een soort van de meaning of life. Om gelukkig te worden of gelukkig te zijn in het proces van het leven. Ja, ja, 100%. Dus de maar, vraag blijft, hoe word je gelukkig? Nou, vandaag zijn wij toch tot een conclusie gekomen. Dat uh, geluk is een keuze. Juist, juist. Het is net als naar de sportschool gaan. Het is net als afvallen. Het is gewoon een keuze. Je, je kiest ervoor om gezond te leven. Je kiest er ook voor om een gelukkig persoon te zijn. Ja, de acties die je doet. Dragen gewoon bij aan hoe gelukkig je bent. En over de acties die je doet heb je controle dus. Mm -hmm. En perspectief over heel alle dingen wat bij je gebeurt. Ja, je gedachten inderdaad kun je ook een beetje bepalen, toch? Mm -hmm. Dus als je alleen maar bezig bent met mensen, judge uh, negatieve activiteiten in je hoofd, dan word je ook niet gelukkig. Klopt, klopt. Gewoon klok. peace of mind is dus gelukkigheid eigenlijk, toch? Ja, je verandert hey. eigenlijk, zeg maar, als je, gelukkig zijn, als je gelukkig wil zijn en er zeg maar, zelf een keuze van wil maken. Dan moet je de definitie van geluk veranderen. Dus in plaats van dat geluk dan een dopaminehit is, dat je bijvoorbeeld een cadeautje openmaakt, mm -hmm. moet je geluk zien als de definitie van peace of mind. Ik heb vrede, ik heb rust in mijn hoofd. Dat is zeg maar de soort van geluk, happiness die je uh, wilt. Ja, precies. Want heel vaak denken mensen dat specifieke uh, mijlpalen hun geluk gaan brengen. Of bijvoorbeeld een bedrag geld of zo. Mm -hmm. En we zien ook iedereen die dat heeft, die zegt uiteindelijk dat geld niet gelukkig maakt. Geld maakt ook niet gelukkig. Nee, dus ik weet niet, jij luisterde net een podcast waarin een guy dit zei van um, geld maakt niet gelukkig, maar geld lost wel gewoon geldproblemen op. Mm -hmm. En ik denk sowieso dat het wel dus een hoop problemen op kan lossen wat weer kan bijdragen aan je geluk. Ja, ik denk als jij ongelukkig bent omdat jij niet brood op tafel kan leggen... ...je bent ongelukkig omdat je je kinderen niet kan voeden... Juist. ...dan gaat geld je sowieso gelukkig maken. Precies. Maar zeg, jij hebt al de basic dingetjes... ...en je bent gewoon ongelukkig door je baan... ...dan heeft dat niet echt heel veel te maken met geld. Precies. Maar bijvoorbeeld als je geld kan krijgen, kan je natuurlijk ook stoppen met je baan. Juist, dus en dan kan weer je denken. weer doen wat je echt leuk vindt. Precies, echt dus. je passie is. Geld is wel inderdaad een goede manier om te escapen van... De depressie die je hebt. Alleen, ja. ik denk als jij sowieso een depressief persoon bent... met dat je alles van een depressieve manier oppakt. Dus alles wat je overkomt, denk je gelijk negatief. Dan met geld ga je hetzelfde hebben, denk oh, ik. Oh, geld is een vergrootglas op wie je bent, toch? Mm -hmm. Dus als je nu al aan de drugs en aan de alcohol zit... en gewoon een destructief leven leeft... geld gaat dat alleen maar erger maken, 100%. Het gaat niks veranderen. Maar als je heel gezond bent nu... ga je dat geld weer stoppen in goede dingen voor je lichaam. Dat, ik herinner me dat ik dit al een keer heb gezegd. Ja, je wordt gewoon een, uh, zeg maar zeg je, ja inderdaad, als jij heel goed bezig bent met trainen en zo en je krijgt geld, dan ga je waarschijnlijk personal trainer krijgen. Precies, je een chef, trainer, um, koude douche, sauna, of mm. koude douche hoef je daar niet heel veel aan <laughs> te Ja, dat heb ik ook. Zo'n <laughs> <Ja, laughs> <Ja, laughs> ja. ijsbad ik wil dat echt halen man, ja, zo'n cold dope, plunge. Wow. Ja, dat is ook, is ook echt graag. Maar je hebt dus gewoon zo'n opblaasbaar die krijg je kan gewoon op het uh, balkon hier van de tuin. Ja, klopt. Maar zo chills goed. is gewoon eentje Die gewoon altijd voor je op jou staat. Of en dan zo. kun je zo kijken hoeveel uh, graden. Maar het is echt fucked up, bro. Als je dat in de ochtend kan overwinnen om in zo'n ijsbad te gaan. Elke ochtend? God damn, Joe Rogan doet dat toch? Ja, of sauna en daarna uh, ijs. Dat heb ik nu bij de. Daar hadden we het net over. De uh -huh. gym waar ik nu naartoe ga heb je dus ook een sauna. Uh -huh. En uh, je kan daarna gewoon daar douchen en zo. Fucking top. Ik ga dat sowieso twee, drie keer per week oh, ja. doen, denk ik nu. Mag ook wel voor dat bedrag volgens ja. mij. Mag ook wel voor dat bedrag. Ja, nee, ja man. Ja, nee. Geluk is, is zeker weten in mijn ogen wel een keuze, man. Alleen, je moet dus niet verwachten dat um, bepaalde dingen, zoals een betere baan of... Want dat is het ding. Alle dingen die mensen willen, willen we omdat we denken dat het ons geluk brengt. Dus mm -hmm. we denken dat die baan, dat die diploma, die relatie ons geluk gaat brengen. Um, dit wou ik nog zeggen, zeg maar, we hebben wel echt geluk dat we niet meer in die overlevingsmodus zitten, toch? Ja. Want je kan denk ik niet gelukkig zijn als je nog bang bent dat je dood kan gaan als je in een oorlogsgebied leeft of zo. Dan is het misschien is er wel een mogelijkheid om rust te vinden van binnen, maar gewoon puur die instinct, dat instinct de hele tijd van ik word gebombardeerd of zo. Wij moeten echt blij zijn dat we überhaupt uh, als doel hebben om Geluk te na te streven in plaats van overleven, zeg maar. Mm, ja, ik snap wat je bedoelt inderdaad. Ja, ik weet niet. Ik denk dat de mensen in oorlogsgebieden misschien. nou ja. Ze zullen natuurlijk niet gelukkig zijn qua peace of mind. Want je kan nooit echt slapen, want je hoort altijd geluiden van knallen, bommen en dat soort dingetjes. Mm. Dus ik denk dat je daar niet echt. Peace of mind van hem. Maar ik denk dat je wel geluk zou kunnen hebben van de kleine dingen, dus omdat je weet dat jij nog wel leeft en heel veel van jouw familieleden niet. Ja, maar ik weet dus, niet of dat nou echt zo'n chill gevoel is of zo. Nee, nou, zeg maar, maar dat is omdat wij het niet gewend zijn. Wij zijn, zeg maar, die suffering niet gewend. Als ons tante overlijdt, dan is het, het einde van de wereld voor ons. Maar mm. voor hun gebeurt dat zoveel, denk ik, dat ik weet, ik denk, ik heb zo'n gevoel, want je ziet ook altijd bijvoorbeeld die kinderen in Afrika, hoe dolgelukkig hun zijn, ook al al heel veel van hun broertjes en zusjes gaan gewoon dood aan Ebola en wel. dus ik heb wel zo'n gevoel dat je dan wel iets dankbaarder bent voor het leven zelf omdat dood zo dichtbij is. Ja, ik snap wel wat je zegt. Maar ze zullen natuurlijk niet echt gelukkig zijn qua peace of mind. Nee, want ook gewoon hun uh, mogelijkheden zijn zo erg beperkt. Ze weten mm -hmm. ook wel dat ze waarschijnlijk, ja. Als ze kinderen krijgen dat die kinderen ook in zo'n omgeving geboren gaan worden. Dat ze, mm. Het is heel moeilijk om eruit te komen. Ja, klopt. Alleen ze weten ook niet anders. Dus dat is ook weer heel vaak. Zo, maar dat dat is vraag ook weer... ik me dus echt af. Weten ja. zij gewoon hoe wij hier leven? Dat wij ja, gewoon ik water denk uit elkaar Ja, kraan Misschien drinken. qua verhalen en zo. Maar ja. hebben ze zitten hebben natuurlijk niet op YouTube video's in. Maar dat is ook de reden waarom heel veel mensen ook ongelukkig zijn. Omdat ze zeg maar uh, zichzelf kunnen vergelijken met anderen. Mm -hmm. En niet mensen in Afrika die hebben dat niet. En oh, vergelijken 100%. On, hun. Hun hebben niet echt mensen die daar in luxury leven. Of zo. Het is niet alsof een buurman heel rijk is, weet je wel. Ja, klopt. Alleen wij hebben dat wel. Dat ja. is ook de reden waarom wij altijd ongelukkig zijn. Omdat we altijd meer willen, omdat wij zien dat mensen meer hebben. Mm -hmm. Maar die mensen daar in Afrika, hun hebben dat niet. Ik denk dat dat, dat in de mens zit. Misschien hebben zij het dan niet met geld, maar bijvoorbeeld weer met. Uh, hij heeft nog wel zijn <laughs> hele familie. Weet of hij je wel. heeft meer geiten of zo. <laughs> Bro, ik zeg je heel eerlijk, in, zeg maar, ik denk dat het vroeger wel echt zo ging, toch? Sowieso, dat, dat, is, dat ja. is de manier waarop je status, status had. Als je meer dieren had, als je meer ja, goud had, of weet ik wat. Vroeger was dus ook een ding: um, in, in Amsterdam heb je toch veel huizen met kozijnen en met gekleurde mozaïek en zo in de ramen. Ja, ja, ja. Het was dus een status-ding om zoveel mogelijk ramen te hebben. Want hoe meer ramen je had, hoe meer belasting je moest betalen. Echt? Dus er waren mensen die hadden gewoon hun normale ramen ingedeeld in superkleine ramen. Gewoon heel veel van die lijsten er tussen gezet. Uh -huh. En in Amsterdam zie je die nog steeds. Dat was dus een teken van, ik ben miljonair, ik heb geld. Maar waarom zou je meer belasting willen betalen ja, als je al rijk bent? Want je had toen nog geen... Je kon toen nog geen Ferrari kopen, zeg maar. Ah, dus toen was het van, oké, okay, dan ja, laat ik maar zien he. op deze manier. <laughs> <laughs> en ook met hoge trappen, zeg maar. Van die... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Die, die herenhuis heb je soms ook van die trappen... Trappetjes. Maar hoe hoger die trap, hoe meer belastingen betaald of zoiets. of hoe hoger de status was, ja, het zegt fucking crazy. Bastard, ja. Maar dat heb je dus altijd al wel gehad, denk ik. Vroeger hoeveel paarden je had en shit. Mm -hmm. En um, ja, rijke mensen vinden altijd wel een andere manier om te flexen. Ja, het blijft man. veranderen, blijf veranderen. Maar ik, ik dat, zeg maar dat geld niet gelukkig maakt, dat geloof ik wel, maar ik vind dat niet een reden om opeens niet um, geld te willen verdienen. Mm -hmm. Want het kan zoveel moois bieden. Zelfs met ons nu, toch? Als wij nu echt veel geld hebben, dat we gewoon kunnen gaan reizen, dat we het land uit kunnen, dat we niet meer hoeven te studeren. Ik denk dat wij dan veel gelukkiger zijn dan als we nog wel uh, gewoon hier het normale leventje moeten leven. Hmm. Ik wou nog terugkomen op die quote die ik toen had gehoord vanmiddag. Die, die had je ook gehoord. Ik ben hem heel even kwijt. Het was volgens mij um, je hebt twee levens en je... Je, wacht, je hebt twee levens en je tweede leven start wanneer je weet dat je maar één hebt. Precies, ja. Zoiets man. was het. Ja dat is wel die hitte me wel toen ik dat hoorde vanmiddag zeg ik van ja dat, he, dat is echt zo want mm -hmm. zeg maar wanneer jij realiseert dat of je gaat nu die ene leven die je hebt heel depressief overleven of je gaat die ene leven die je nu hebt met trots met blijdschap met borst vooruit enjoyen zeg maar je hebt twee keuzes mm -hmm. En uiteindelijk kom je allebei op het punt tot dood. Maar het ligt echt aan jou wat jij in die hele proces gaat doen. Ja, klopt. Dus waarom zou je dan niet het beste kiezen voor jou op dat moment zelf? Mm -hmm, 100% ja. Dat is toch van, als je jonger bent, dan denk je dat je voor eeuwig gaat leven. Mm -hmm. Volgens mij bedoelt hij ook met die quote van: Je denkt dus tot je tiende of zo van. Uh, um, dit is gewoon hoe het voor altijd gaat zijn. En als mm -hmm. dat. En op het moment dat je realiseert dat het niet zo is, dan begin je tweede leven. Ja, bro, dat is ook ja. echt. Ik bedoel, dat heb, heb ik nu ook al best wel dat ik realiseer van holy shit, tijd gaat snel houden. Ik wou dan bijvoorbeeld, ik zei altijd toen ik 14 was van oké, okay, wanneer ik 18 ben ben ik miljonair. En dan ben ik nu 19. En oké, 14 tot, tot 19, dat is 5 jaar verschil. Dus dat zou betekenen dat in vijf jaar ben ik nog steeds niet miljonair geworden. Maar oké, okay, 19 plus 5 is 24. Dus ik moet bij 24 ongeveer. Miljonair dan nu worden. met die gedachtegang. van toen ik 14 was, weet je wel. Ja. Alleen. proost gewoon te doen. Het nou, is sowieso te <laughs> doen. 100% te doen. maar het is gewoon van holy shit. Dat, dat, ik dacht echt. toen ik 14 was, dat, dat die paar jaartjes gewoon echt. Dat, dat het heel veel was. Dat, het heel dat zeg maar een 18-jarige, dat is echt een volwassene. En als je nog niet, als je volwassen bent, ben je nog steeds niet rijk. Wat de fuck ben je aan het doen? Ik denk dat die jaren ook, dat het ook, zwaard, dat die ook zwaarder tellen als je jonger bent. Zeg maar. hmm. Het verschil van 14 jaar zijn en 18 jaar zijn, is veel groter dan 24 jaar zijn of 28 jaar. En het klinkt raar, want het is hetzelfde. Maar relatief gezien. Want je bent, ja, het is gewoon denk ik omdat je nog niet volwassen bent en je brein moet nog helemaal. Ontplooien en zo. Maar ja. ik denk niet dat er heel veel gaat veranderen over wie jij bent als je 25 bent vergeleken met je 30ste of zo. 100%, 100%. Ik snap precies wat je toch? bedoelt. Ja, want op 14 tot 18 ben je zelf, zeg maar echt aan het ontwikkelen. Je bent jezelf aan het zoeken, toch? Ja. Je bent aan het zoeken wat jouw destiny is. En vaak van 24, dan heb je het vaak al gevonden. Of je zit vast aan die kut kantoorbaan. En dan 28 zit je nog steeds vast aan die kut kantoorbaan. Niks veranderd. Mensen zien er ook anders uit op hun. Zeg maar als je foto's pakt van mensen die 14 zijn en 18, dan mm -hmm. zien ze er ook compleet anders uit vaak. Precies. En als je ouder wordt valt dat meestal wel mee. Ja, ik denk dat er wel wat meer zal... Misschien 24 zal wat veranderen in je relatie, leven en dat soort dingen. Zodat mm -hmm. je misschien een huis hebt. En dan krijg je zo. waarschijnlijk een baan en shit. Ja, precies. Maar... Nee, ik snap precies wat je bedoelt. Ja. Dus was jij gelukkiger toen je jonger was? Mm. Ik zag een video, namelijk. Van. Um, dit is hoe, je, hoe de wereld eruit zag toen je 12 was. Uh -huh. dan was er was al heel veel kleuren, heel veel warme kleuren. Mm -hmm. Dit is toen je 18 was, werd het al iets donkerder. En dan steeds ouder. Hoe ouder je wordt, hoe donker je de wereld gaat zien. Maar ze zeggen dus dat dat ook echt. Dat je ogen ook echt de wereld anders zien. Ik denk dat het leven wel simpeler was toen ik jonger was ofzo. Ik had gewoon vaste taken die vaste taken werden voltooid geen slapen volgende dag weer vaste taken ja. en nu nu je ouder bent zeg maar je doet je vaste taken alleen vaak zijn die vaste taken nog steeds niet genoeg het is vaak nog steeds niet genoeg om bijvoorbeeld uh, je eerste huis te kunnen kopen of de huur te kunnen betalen zo bedoel dus het is je... wat zeg maar je ouders betaalden alles ja, je ouders precies. regelden alles je had gewoon school training slapen ja en er werd gewoon voor je gezorgd precies en nu is het meer van je, je kan je best doen, maar het nog vaak is je best nog steeds niet genoeg. Ja, klopt. Al vroeg als je best deed en je hebt gewoon je taken af, dan is de taak ook gewoon echt af. Nu is het net alsof die taak nooit af is. Nee, er is altijd wel iets waar je meer aan kan werken. Maar ja, ja. Ik, het is wel gewoon mooi. Maar het ligt ook wel aan natuurlijk. Want ik. Zeg maar, ik werk voor mezelf toch? Dus mm. voor mij voelt het alsof mijn tijd, alsof mijn werk nooit af is. Mm. Maar ja, iemand bij een kantoorbaan die weet gewoon om negen uur ben ik daar, vijf uur ben ik weg. En dan is het klaar. Dus. Dat, dat is gewoon meer mijn persoonlijke ervaring. Dat is niet echt wat iedereen meemaakt natuurlijk. Ja, dat verschilt. Ik denk dat bepaalde mensen die een baan hebben, misschien ook die het echt serieus nemen, ook uh, dat hetzelfde hebben. Van mm -hmm. ik eerst nog meer te doen. En ik snap ook wel echt wat je bedoelt man. Want uh, als je zeg maar creatief werk doet of je maakt dingen, dan ben jij de enige die bepaalt wanneer het af is. Mm -hmm. Dus het hoeft nooit af te zijn. Je kan altijd doorgaan. We kunnen ook met deze podcast zeggen van het is niet goed genoeg. We, we maken vroeger iets wat toe, weet ik veel wat wij, wij. doen dat nooit. Maar mm. om maar even te zeggen met muziek Er kan altijd iets aangepast worden, veranderd worden, weet je wel. Dus ja, ik snap je daar wel in, man. Zeker. Ja, en dat is ook wel dat is discipline. Want vaak heel veel mensen die voor hunzelf werken, mm -hmm. die vinden of voor hunzelf willen werken in de toekomst, vinden het vaak lastig om te starten, toch? Ja. Omdat normaal heb je een baas die tegen jou zegt 9 uur moet je starten. Maar als je het zelf moet doen, dan ga je vaak niet eens om 9 uur starten, omdat Waarom is dat? Ja, ten eerste discipline, denk ik. En wat ik zelf heb meegemaakt, is dat misschien niet genoeg zelfrespect. Dat je niet okay. genoeg respect hebt voor jezelf om te zeggen van... Dit is het, dit ga ik doen. Mm -hmm. Voor een baas heb je vaak respect, omdat, ik weet niet... Het is gewoon iemand hogerop of zo, het is raar. Je wilt misschien ook iemand tevreden houden. Ja, je wilt iemand please of zo. Yeah. En je weet ook vaak dat als jij bijvoorbeeld... Als, zeg maar, wij spreken af om tien uur voor de podcast... Ik kom om 11 uur. Ik weet, nou ja, dan blijf ik maar langer, een uurtje langer, weet je wel. Dus ja. het, het is natuurlijk ook wat meer, omdat het flexibel is. En ja. je denkt meer van, ja, het maakt ook niet echt heel veel uit. Maar uiteindelijk, als je dat allemaal opspaart, al die uurtjes. en 100%. Daarom, ik, ik heb zelf ook best wel wat dingetjes gewoon zelf gedaan en geprobeerd. Bijvoorbeeld ja. kledingmerk had ik met een vriend, een podcast met jou. Ik doe nog iets met een paar andere jongens erbij. En ik merk ook dat als je iets met meerdere mensen doet. Dat, je, dat het veel makkelijker is om consistent te blijven. Want je, moet iemand an je wilt iemand anders ook niet teleurstellen, toch? Daarom zou ik sowieso aan iedereen adviseren om gewoon iets te beginnen met iemand. Ja, en als je iets begint zoals een eigen bedrijfje, laat het ook aan heel veel mensen weten. Mm -hmm. Zet een sociale contract. Die sociale contract is zo belangrijk. Ik had dat ook met de podcast gedaan. Van, ik had op Snapchat geplaatst van dit wordt 10.000 downloads dit jaar. Dit gaat gebeuren. En nu weet iedereen ook dat dat mijn doel is. Dus als ik dat nu niet haal. ...gaan heel veel mensen op het einde van het jaar vragen van... ...hé, hey, heb je die 10 wel gehaald, ja of nee? Mm -hmm. Dus er zit nu een ja. sociale contract. Maar wat ik wel vind met mensen die... Het ...maakt niet uit wat ze doen, of ze muziek maken... ...of ze hebben een eigen bedrijf, van kledinglijn... Het ...maakt niet uit wat. Je moet gewoon ervoor zorgen dat, je, dat, je, dat de kwaliteit goed is. Mm -hmm. Want als jij alleen maar... ...als jij gewoon een shit product uitbrengt... ...en je vraagt aan al je matties promoten, promoten... ...en je wordt boos als mensen het niet promoten... ...en er niet mm -hmm. mee fokken, dan zit je jezelf voor de gek te houden. Want wat we vorige keer al zeiden was... De, Consumenten bepalen uiteindelijk of je product goed is of niet. Dus je kan niet zo hard de wereld in forceren als je wil, maar bro, als het niet goed is, dan werkt het gewoon niet. Als het niet goed is, is het niet goed, en dan gaat niemand het kopen, maar dat is gewoon feedback toch? Precies. Dus het is op zich wel een goede om het nog steeds te pushen, want een slecht product met goede marketing wint van een goed product met slechte marketing. En dan kan je altijd nog later adjusten van wat is niet goed en wat is wel goed. Dus Precies. dat is zeker zo. En als niemand erop reageert, dat is ook gewoon feedback. Geen reactie is ook feedback. Oh, 100% maar ik zou niet verwachten dat je eerste product meteen helemaal gek gaat uh, verkopen of weet ik veel wat. of is het niet eh, realistisch bro. Nee, en het kan het kan tegenwoordig zeker, maar je moet niet da dat je laten tegenhouden. Daarom je moet als je iets doet wat je leuk vindt, dan boeit het ook niet toch. Wij nee. geven echt geen focus als we 10 views op iets pakken of zo. Blijf nee, toch wel ja, doorgaan. Letterlijk. Video van TikTok van gisteren. Eentje had 40k views en een ander had 600. Ja. Ja, en oh ja, die 600 had 6 likes, <laughs> ja, goed, en die ja. andere had fucking 3k likes, en dan zeg je van, oh, ja, zo so be it, sommige nee, hitten wel, sommige niet, soms win je, soms win je niet. En al hebben we zeg maar, oké, okay, ik moet zeggen, laatste, laatste podcast, <laughs> hebben we niet per se heel veel uh, educatieve shit besproken ofzo, alhoewel... Ja, best wel op zich. Ja, eigenlijk wel. Maar we hebben die... gewoon soms die clips erin zetten die een beetje out of context. Maar dat is gewoon meer omdat wij. Ja, ik ben zelf de editor, dus ik ben ook wel een beetje degene die het out of context aan het halen is. Okay, ah, yes. jij zit dus te flash. <laughs> ja, Daarom wordt iedereen zit... boos op mij. Hé, laten we het even recht zetten. Oké, okay, waarom wordt iedereen boos voor die vorige clip? Wij zeiden iets over. Uh... Trouwen. Ja, ik zei dat het voor een man geen zin meer heeft om te trouwen en dat er geen voordelen aan zitten. Mm -hmm. En jij zei, ik snap niet waarom je de, je relatie in de handen van de overheid wil geven. Mm -hmm. Toen kregen we allemaal comments van vrouwen die zeiden, ik wil gewoon trouwen. En bro, wij hebben nooit gezegd dat je niet mag trouwen toch als vrouw? For sure, zeiden. for sure. En ik denk ook dat wij toen we het erover hadden dat we het ook misschien meer hadden over internationaal. Dus de falen uit Amerika die hoor, Jeff Bezos die 50% van zijn netwerk kwijt is. Ja. Daar had ik het meer over. Ja, ja, ja. ja. En um, ik ben het nog steeds sta nog steeds bij mijn punt. Van ik wil nog steeds niet dat de regering iets te maken heeft met mijn, uh, met mijn huwelijk of met mijn partner. Ik wil ook niet trouwen. En laat mij lekker met rust veranderen. <laughs> <laughs> dat is mijn keuze oh, Maar oh, terug op geluk. Ik wou nog even hebben over de doodgebruik voor geluk. Want dat vond ik wel een hele mori. interessante topic. Ja, memento mori. Uh, stoicism. Ik weet niet of de mensen die luisteren wat weten van stoicism. Maar het was een Romeinse filosofie. Mm -hmm. En... Uh, ja, vooral, het was vooral populair toen Rome echt in zijn piek was. En dat, ik denk, wie is de bekendste Stoic? Denk ik, Marx Radius, denk ik, of Seneca. Ja. Socrates zijn allemaal best wel bekend. Het was ik denk dat zelfs mensen die niks van filosofie weten, die namen wel een beetje herkennen. Minimaal Precies, één. als je een beetje geschiedenis ja, of iets op Instagram zie, die shit ook zo vaak voorbij komen. Het begint nu mm -hmm. best wel mainstream te worden. Ja, platen. want het, het is, zeg maar, self-development is een hele erg hype geworden, toch? Ja, maar dit is. Dit, het Stoïsm is een mm. soort van. Ancient. Het is gewoon, uh, hoe zeg je dat? Het heeft de, 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 de proof of time of zo, heeft het gewoon... Ja, maar het is ook gewoon... Test ik, of zeg time. Zeg maar, als ik bijvoorbeeld... Um, ja, ik weet wat is een goede... Wat is een self-development boek, een moderne? Um, er zijn echt te veel. Ja, gewoon echt zo'n eentje die whack bijvoorbeeld is. Bijvoorbeeld van Napoleon Hill, think and, grow rich, ja, bijvoorbeeld bijvoorbeeld. think and Grow Rich. Zeg maar, de informatie die daarin staat, is gewoon Poep, gewoon heel veel. Ik vond dat boek niet zo goed persoonlijk. <laughs> er zaten, uh, ja, het is al gewoon mensen weten het is een scam. Als dus je gewoon of op YouTube, Google, dan kan je even die documentaire checken. We gaan niet te diep op in, maar ja, daar moeten we af. Afle daar moeten we, we op, ja. want Ik weet daar ook nog niks over. Ja, het is best wel gek. Ja. Die guy heeft gewoon gelogen over wie die heeft geïnterviewd ja, en zo. Crazy. Maar um, zeg maar, het chill is en stoïcisme, is je kan zeg maar echt terugkijken, inderdaad, op dat echt mensen het gewoon 5000 jaar, drieduizend jaar lang gewoon echt oh. hebben gebruikt in situaties waar het leven gewoon echt kut was. Zeg maar in Rome had je echt niet willen leven tijdens al die oorlogen en zo met de Duitsers. Dat mm. daar had je echt daar had je niet bij willen zijn. 100%, honderd, honderd procent. Maar die stoos die heeft wel zeg maar in al die oorlogen situaties die soldaten geholpen. Dus dat laat al zien dat het wel echt werkt. Ja, het is, het is wat praktischer, denk ik, dan al deze self-development boeken en zo. Ja, want het is allemaal happy toch? Want het is self-development wat gecreëerd is in een penthouse in New York, in plaats van ja. gewoon in een fucking oorlog. <laughs> zo ja, wat ik bedoel? 100%. Ik bedoel, Max Wellius, boek uh, Meditations, was ook geschreven veel toen hij nog op pad was tijdens die oorlog. Ja, precies. Het is gewoon een. Uh, het, het heeft gewoon al 3000 jaar gewerkt. En ik mm. bedoel. Dat is niet zonder reden. Ja, het heeft meer, het weet ik niet, het heeft meer waarde, meer kracht ofzo wat hun zeggen. Die filosofen van vroeger, vind mm. ik zelf. Ja, ik snap je wel man, want die mensen die, die dachten ook echt gewoon, dat, waren echt, dat was hun beroep. Ik ken geen één filosoof uit okay. Ja man, dus ik wou nog even over hebben over stoicism en hoe je dat een beetje zou kunnen relaten met happiness. Ja. Um, ik had dus een, in mijn research... Oh, come on, we hebben fucking science. Due diligence. diligence. Dat is echt een fucking moeilijk woord. Due diligence. Yes. Um, ja, man, dus ik had toen een triangle gevonden. En blijkbaar zit een makkelijke menu om een beetje te kijken hoe de, sto hoe de stoics, zeg maar, hun filosofie beleten met happiness. Oké. Okay. Ik en, weet deze ook nog niet, dus ik ben benieuwd. En uh, het was dus echt een fucking moeilijk woord. Dus ik ga het heel wat mo moeilijk voor mezelf maken vandaag. Oké, okay, oké. Okay. Dus um, het heette. Um, Um, <laughs> daar komt het. Je doet het jezelf aan, Uda, <laughs> Udaimonia. udaimonia. Okay. Okay. En dat betekent dus basically gewoon Supreme happiness. Gewoon het hoogste van de happiness wat er bestaat. En dat is waar de Stoics zeg maar naar streven. Okay. En dan je hebt dus drie punten, want het zijn driehoek, dus ja. 3 ook drie punten je bent geen mogel, god dat weet we allemaal oké okay? <laughs> dus, <laughs> en eentje daarvan een van die hoeken was Areté en Areté betekende dus dus een van die punten om zeg maar blijdschap te creëren in je leven is Areté en Areté was dus een levensstijl um, waarin je altijd ambitieus bezig bent naar jouw doelen dus wat hun dus probeerden te zeggen is dat als, sto als een stoic kan niet blijdschap hebben in zijn leven als hij niet naar een doel strijft. Mm -hmm. Want RIT was dus, zeg maar, jouw. Um, RIT kan je, zeg maar, zien als: ik wil mezelf, in twintig jaar wil ik zo in het leven staan. Dus dat is jouw RIT. Mm -hmm. Maar ja, dat, daar ben jij nog niet. Maar in die twintig jaar kom je wel steeds dichterbij bij die gat. Je, zeg maar, die gat maak je steeds kleiner tussen je RIT en je en Jezelf van nu mm -hmm. en zeg maar dat is dus die hele ding van elke dag moet je strijven om zo dicht mogelijk bij je RET te komen, maar om zo elke dag zo te komen moet je dus ook elke dag zeg maar uh, alles mm, alle energie gebruiken die je hebt om daarbij te komen, dus dat betekent ook gewoon bijvoorbeeld vroeg opstaan werk inzetten. Tijd naar bed, goed eten, zodat je meer energie hebt om uiteindelijk naar je hogere zelf te komen. RET. Oké, okay, dat is een van de punten. <laughs> mm -hmm, dat was een van de punten. Dan had je punt 2, take responsibility. Spreek voor zich. Ik denk dat dat sowieso een van de meeste dingen is waar echt veel mensen moeite mee hebben. Omdat het is makkelijk om te zeggen, van het is niet mijn fout. Ja, 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 Weet ja, ja, wat? Ja. Het was diegene fout, het was diegene zijn, fout, was diegene zijn fout. Maar ik denk dat geluk ook wel een beetje een link heeft tussen controle. Mm -hmm. En als jij niet jezelf de schuld geeft over dingen, dan kan je ook niet de controle over hebben. En als je ook geen controle over kan hebben, kan je ook niet verbetering maken. Mm -hmm. 100%. Mm -hmm. Ik denk dat zelfs verantwoordelijkheid nemen voor dingen waarvoor je het eigenlijk niet zou hoeven, dat het goed voor je is. Man. Ja, vooral gewoon, als leiderschap. Gewoon als iemand boos op je is, dat je gewoon zegt van ah oké, okay, misschien had ik het iets anders kunnen doen. Ook al heb je eigenlijk niks fout gedaan, snap je? Mm -hmm. Dat je, gewoon... En kijk, je moet natuurlijk niet uh, dat haat echt tegen je... Dat, dat, dat wat met je doet. Dus je moet wel gewoon beseffen van... oké, okay, deze persoon is in een negatieve staat. is alleen maar fucked up voor hem. En uh, ik hoop dat het beter met hem gaat, zeg maar. Daar hoef je dan geen responsibility ja, voor te nemen. Bro. Maar gewoon met, voor zoveel mogelijk wat er in je leven gebeurt. Want ik heb nog... Als je klaagt over iets... dan neem je dus geen verantwoordelijkheid over iets. Want klaag gaat altijd over... Een, externe source of zo toch? Mm -hmm. Ik toen je dat zei over dat wat zei je nou net over dat diegene dus iemand boos op je is. Ja en dat ook al weet je dat hij in de fout zit, zeg mm -hmm. maar daar dat do, do, doet me denken aan zo'n quote van Marcus Aurelius. Weet niet meer hoe die precies ging, maar hij zei ook dus ook ja, zoiets van Don't choose to be harmed. Jij toch? Mm -hmm. is, is dat die? Nee maar oh. wel een andere. En dat was okay. basically over ook al weet je dat die andere persoon fout zit, mm -hmm. denk dan aan de dingen. Die jij hebt gedaan. qua fouten. die ongeveer net zo erg zijn. als de fout die hij nu heeft gemaakt. Zo mm, so van. neem het hem niet kwalijk, want jij bent ook ooit daar geweest. Mm, jij hebt ook ooit zo'n fout. misschien toevallig nu niet, maar jij hebt wel ooit zo'n fout gemaakt. Precies. Dus het is niet alsof jij heel veel beter bent dan diegene. En oh, dan. Um, het derde punt was uh, focus op wat, waar je wel controle hebt. Ja. En dat spreekt ook echt heel erg voor zich. En ik denk dat dat ook iets is. Wat lastig is voor mensen. Want vaak. wil je zeg maar. ik ga te veel stressen over kleine dingetjes toch? Ja, die niet in de handen hebt. Er zijn zoveel prikkels in deze wereld. Een van de main pillars van stoïcisme is gewoon. focus op waar, wat je onder controle kan hebben. Mm -hmm. 100%. Want besef al die tijd waarop jij gewoon aan het stressen bent. over dingen die geen contro waar jij geen controle over hebt. als je die tijd zou spenderen. aan de dingen waar je wel controle op hebt. Het is verspilde energie. 100%. Mm -hmm. Maar ik vind het. Term, er is dus een nieuwe term ontstaan, mental masturbation. Ik weet niet of je er ooit van hebt gehoord. Klinkt ja, maar, heel raar. Ik heb wel eens al gehoord. Ik vind dat dus fucking interessant. Want dat. Het doet mij gewoon denken aan dat je focust op dingen waar je geen controle over hebt. Maar mensen zitten in hun hoofd al op een plek waar ze willen zijn. Waardoor een soort van signaal wordt gegeven aan hun brein dat ze het al echt hebben bereikt. Mm. Dus ze hebben die satisfaction, hebben ze al, zonder dat ze überhaupt op een goede plek zitten. Dat is hetzelfde met porno, heb ik ook een beetje het gevoel. Van, van die is het ook? Daarom heet het ook me mental masturbation. Uh, ja, ja, want met porno, je kan gewoon meer, meer vrouwen zien dan een koning ooit heeft gezien. Weet je wel. Ja, en jouw brein ziet misschien niet het verschil. Yeah. Of een bepaald gedeelte in jouw brein ziet niet het verschil tussen iets tussen echte seks en tussen dat. Ja, en ik heb wel eens gemerkt... ...ik heb wat bij mezelf... ...ik heb mezelf al een paar keer lekker gecatcht daarmee met... ...dat ik dan Instagram Reels of zo aan het kijken ben... ...van motivational video's... ...en mm -hmm. dat ik dan zelf het gevoel heb dat ik wat... ...nuttigs heb gedaan. Ja, 100%. En Terwijl dat het... is ook... ...ik kijk ook vaak van die dingen... ...en het laat je ook lekker voelen... ...dat is ook wel een goede... ...boost of zo, heeft het wel. Ja, maar je moet er dan wel wat mee doen. 100%. En vooral met... Um, ...succes en mensen die geld hebben. Als je dan shit gaat kijken... Uh, ...video's erover gaat kijken... en, en visualiseren van ik ben er al ik ben er al mm -hmm. het is wel misschien goed als je uh, geloof nog een beetje laag is en je vertrouwen in jezelf om dat op te bouwen maar als je eenmaal in jezelf gelooft zou ik gewoon realistisch kijken van oké okay, waar ben ik nu hoeveel verdien ik nu en elke ke keer gewoon met reality gefeest worden toch een boek dat daar staat ergens zegt uh, gaat over een, uh, een man ray delio heet mm hij -hmm. en hij is een uh, hedge fund manager een van de Meest succesvolle hedge fund managers. En een van zijn tips in het boek is: wees een hyper-realist. Gewoon wees zo realistisch mogelijk als je kan. En dat is best wel tegenstrijdig met die self-help-industrie van je moet uh, delusional zijn of je moet erin geloven. Maar je moet daar, denk ik, een balans tussen vinden. Je mm. moet in die bubbel leven en weten dat het echt mogelijk is. Maar je moet realistisch zijn met waar je nu bent. Maar grote dromen zijn alleen niet realistisch als jij niet het werk inzet. Dat is Ik zo. denk dat zeg maar. Bijna elke droom, als iemand het ooit heeft bereikt. Iedereen heeft zeg toch? maar dezelfde twee benen, dezelfde twee armen gekregen, toch? 100%. Dus ja, sommigen hebben natuurlijk een voordeel dat ze wat langer zijn ofzo. Als je een, bijvoorbeeld een basketbalspeler bent. Maar. Zeg jij hebt een doel wat ook geschikt is voor jouw lichaam. Dan zie ik niet waarom jij het niet zou kunnen bereiken. Als jij niet... Zelfs als jij kleine basketballers. Ellen Iverson. Curry. Precies. Ja, dat is wel 1,90 meter. 1,90 meter. 90, kleine ja, ja, ja oké. Okay. Maar er zijn zelfs kleine... Isai Thomas of zo. Mensen die echt gewoon alle odds hebben verslagen. Gewoon. Mm, ja, maar dit... Ja, en hoe link je dit dan met happiness? Hoe die, je dat linkt met happiness? Ja. Uh, wat precies? Die ultra realistisch ultra zijn. Ultra realistisch zijn. Ja, ik denk... Dat als je heel erg delusional bent. Wat, dus in mijn ogen is het. Kijk, ik in, in mijn hoofd moet je altijd met je hoofd in de wolken leven en met je voeten op de grond staan, toch? Dus je moet een duidelijke balans vinden tussen die dromen en tussen waar je nu bent. Mm -hmm. En hoe dat met geluk te linken is, is dat als je uh, denkt dat je al de man bent en je gelooft er echt 100% in, maar je bent het nog niet, dan ga je ook anders reageren op mensen die tegen jou praten. Van als iemand jou niet met respect behandelt of weet ik veel wat. En eigenlijk verdien je dat respect nog niet eens. Dus je zit jezelf gewoon voor te liegen, snap je? Mm. En het, het, het is gewoon een soort van recept voor teleurstelling, man. Als je hoge verwachtingen zet, veel teleurstellingen. Dus je moet daar gewoon de juiste balans in vinden, denk ik. Ja, ik snap wat je bedoelt inderdaad. En ik had met het stoïcisme, waarom ik het stoïcisme zo mooi vind, is omdat het zo simpel is. Waar ik achter ben gekomen sinds, de, sinds kapitalisme en weet ik veel wat, is de hele is zo'n hype geworden. Er is een hele markt voor ontstaan met producten, met afslankrecepten, met shit waarvan je apps krijgt. Weet ik veel. Allemaal onzinproducten toch? Mm -hmm. Terwijl Stosum is gebaseerd op: jij kan dat leven dat je wil hebben, dat gelukkige leven bereiken met alle tools die je in je lichaam en in je brein al hebt, toch? Mm -hmm. Daarom is Stosum zo mooi. Het is simpel, maar het is niet makkelijk. Het is nog steeds lastig ja chill ook een stoel is inderdaad dat het accessible is voor iedereen ja. of je arm bent of je rijk bent ik bedoel, Seneca was teening rijk ja. Marcus Aurelius was teening rijk maar uh, Aristoteles was niet rijk dus ja. zeg maar en hoe oh, heet die ene er was ook nog een zo'n filosofer en die had toen um, hij had toen een conversatie met Alexander the Great ik weet niet of je dat verhaal kent Ah, ik wacht, ik wil het heel even opzoeken. Als jij even de mensen entertaint voor mij. Ah, ik ga even de mensen entertainen, bro. Subscribe to my OnlyFans. 20 <laughs> off in de bio. Nee. Maar... Um, ja, daarbij kwam ook kijken, bij dat um, de, het kapitalisme zo opkwam en er producten kwamen. kwam er nu met technologie, zijn er mensen op internet. Hmm, ik weet het, weer. Ja. Die het leven zo genaamd leven en mensen shit proberen te leren wat gewoon cap is, bro. Hoeveel mensen op internet die... Die, die zeggen shit en leven het zelf niet na. Het is gewoon een leugen geworden en allemaal commercieel geworden. Da, da, dat is nu gewoon de manier om ja. uh, rijk te worden. En is het doen is ook, alsof je rijk bent en precies. dan een keuze daarover komen. Maar het is ook een soort van chill voor mensen om, um, om, om iets moeilijk te maken. Want dan heb je een excuus waarom jij nog niet, zeg maar, daar bent, toch? Mm -hmm. Dus ze denken van: oh nee, ik kan nog niet dit uh, praktiseren Want ik heb eerst veel geld nodig en ik heb eerst al deze producten nodig en weet ik veel wat. Terwijl alle tools zitten al in je, in je gewoon. Mhm. Mm dus, uh, ja, ik had die naam gevonden. Het was dus uh, Diogenes. Hij was dus, okay. zeg maar, een filosoof. En uh, hij had... Um, Alexander the Great kwam dus tegen. En uh, Alexander the Great wilde dus een vraag aan hem stellen. En um, Diogenes reageerde echt heel arrogant met... Ik wil... Um, Iets met... Kan je zeg maar even een stapje opzij zetten... Zodat de zon op me kan schijnen, weet je oh, wel. Oh, dit herinner ik me wel. Het was... Ja, ik herinner de verhaal heel vaag. Alleen dat doet me ook wel denken aan... Want toen de soldaten... Die werden toen een beetje... Ja, die gingen een beetje... Alexander the Great vragen van... Waarom heb je niet vermoord? Ik bedoel, Alexander the Great was toen... De meest machtigste man op aarde. Mm -hmm. En zijn reactie erop was heel erg humble van... Ja, maar ik. Als ik geen Alexander was, dan was ik waarschijnlijk die, die, die gewoon. Die guy. Ja, was yeah. ik die guy geweest. Met genieten van de simpele dingen, van het zonnetje. Hij had mm. voor hem. Hij zag niet echt waarde in een persoon die koning was. Het was voor hem heel simpel. Ik woon in, ik woon in, de, in de bosjes. Ik. Uh, ik geniet van de spulletjes die ik daar heb. Ik maak zelf mijn eten. Ik geniet van de zon. En dit is mijn leven. Dit is waar ik happiness uit heb. Mm -hmm. En je hoeft het niet op zo'n verre extent. Want eh, ik heb wel geraden verhalen over die guy gehoord. Qua dat hij gewoon zo'n gekke shit deed. Voor, voor filosofie of zo. Maar je hoeft het niet zo ver te brengen. Maar het is wel zeg maar een mooie manier om te kijken van zelfs. De kleine dingetjes zoals gewoon genieten van de zon kan al zoveel happiness creëren. Ja, ja, ja. Maar daar is niet voor niks dat het gewoon bewezen is dat als jij even een wandeling gaat doen of even in de zon gaat zitten, dat jouw dopamine gewoon boost. Ik moet nu echt denken aan zo'n verhaaltje, man. Okay. Ik ben bang om het te vertellen, want ik ga hem opfokken, Maar en, uh, Ja, ik heb die van mij net ook niet heel uh, <laughs> ja, erg. Ja, daar staat ons podcast nu al bekend. Daarom. Verhalen opvoeken. Ja. Uh, ja, dus dat gaat ook zeg maar, over dat een. Uh, simpel leven misschien nog wel evenveel geluk kan bieden als een heel machtig en grandieus leven, zeg maar. Ja, over ja. Een, uh, het gaat over een visser die ergens aan de zee zit te vissen en naast hem zit een zakenman. En die zakenman die vraagt aan hem van uh, hoeveel vis heb je gevangen vandaag? En die man zegt uh, zeven. Die visserman. En die zakenman zegt waarom verkoop je die vis niet, weet je wel? Je kan, uh, je, kan je vis verkopen, kan je iemand inhuren, kan je... Uh, een storage beginnen, koelkasten, restaurant. En uiteindelijk zit je er net zo bij als ik hier op het strand, weet je wel, met mm -hmm. een cocktail. En toen zei hij van, ja, ik zit er al net zo bij als jij. Mm. Ze waren op dezelfde plek, snap je? Mm. Dus dat is het ding. Het is niet... Het is niet per se gegarandeerd om geluk te hebben... als je opeens succesvol hebt en heel veel dingen onder je hebt... en allemaal shit going hebt en zo. Het is gewoon maar net wat je wil, denk ik. Ja, ik denk ook, zeg maar, als jij... Een doelzet van ik word pas gelukkig wanneer ik dat heb behaald, dan ben je een soort van contract aan het tekenen met desire. Je bent een contract aan het tekenen met. oké, okay, over een jaartje moet ik dit behalen. En als ik dat niet heb behaald, weet je wat, dan ben ik gewoon niet meer gelukkig. Ja, dat zei die Naval nou ook toch waar we het net over hadden, van uh, geld gaat je niet. ...er zijn Specifieke dingen ga je niet per se gelukkig maken. Specifieke mm -hmm. dingen behalen. Er zijn altijd, uiteindelijk altijd wel de dingen om jou heen qua. De mensen en jijzelf. Ja, precies. Ik denk echt serious, dat dat een. een Filosofie beoefenen, of misschien zelfs een geloof beoefenen, dat dat je ook echt gelukkig gaat maken, man. Dat je daar echt geluk uit kan halen. En dagelijkse routine, principes waar je aan vasthoudt, dat is echt fucking belangrijk. Dan houdt, ja, maar... dat houdt je visie echt duidelijk. En ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met hoe identificeer jij jezelf. Want heel veel mensen zien hunzelf als een depressief persoon. Dus dan zitten ze daar ook gewoon aan vast. Van ik ben gewoon zo. Ja, dit is de muziek die ik luister, depressieve muziek, dit ben ik. Ik ben gewoon depressief. Mm -hmm. En dan is het... Ze hebben ook niet echt een gedachte van dat het kan veranderen. Het is hun karakter gewoon. Het is beetje. gewoon... Ze hebben een karakter van gemaakt. Heel hun leven draait daarom. Ik bedoel, ja. kijk al die mensen die fucking gothic zijn en shit. Hun, mm -hmm. De dep depressie is daar echt teer groot in, dat cultuur, omdat heel die muziek daarom draait. Dat is en, wel fucked up. Ja, omdat like, je leeft dan in een bubbel van een soort placebo-effect. Ja, en je gaat ook omzingelen bij mensen die dat ook doen, toch? En dan ga je ook depressief worden. Want oh, uiteindelijk, ja, je wordt net als de mensen om je heen. 100%. Het is een beetje een hefboomwerking. Uh, als jij zeg maar depressief bent en je gaat mensen zoeken die depressief zijn, word je nog depressiever. Het is ook zo belangrijk om gewoon echt een goede vriendengroep te hebben. Ja. Ik heb liever een kleinere vriendengroep waarvan ik weet dat iedereen een mindset hebt die goed is, dan een. De enige grote vriendengroep waarvan er een paar tussen zitten, die een beetje slangen zijn, maar ook gewoon niet echt weten wat de fuck ze allemaal aan het doen zijn, en ze zijn ook niet bezig met zoeken. Qua, dat is het belangrijkste. Mm -hmm. Qua geen van mijn vrienden hoeven perfect te zijn, maar het is wel voor mij belangrijk dat ik weet dat ze tenminste wel zoekende zijn ja, naar precies. hun destiny, in plaats van dat ze maar een beetje blind aan het lopen zijn, want dat, dat heeft effect op jou. Ja, 100%. Ik, ik, ik snap echt wat je bedoelt. Ik heb het ook. Ik echt ook super veel waarde aan een. Uh, kleine vriendengroepen, een kleine maar hechte vriendengroep. Mm. Ik vind sowieso... mensen die echt honderd vrienden willen hebben... dat zit iets diepers achter, zeg maar. Want... Mm. die mensen beseffen niet hoe waardevol een goede vriend is, zeg maar. Ja, dat zijn vaak mensen die het eng vinden om alleen te zijn. Precies. Ze willen... Ze hebben FOMO, ze willen, ze willen elk reisje mee, ze willen elke vis pakken... ze willen altijd nieuwe dingen beleven en zo, mm. maar... Drie, vier goede vrienden kan je echt gewoon al de hele wereld gewoon avonturen meemaken. Kan zo. de hele wereld overnemen, man. Geef met Precies. drie, vier. Dat zijn Joey Diaz -o's. Ja? Die Joy, nee, was dat Joey Diaz? Ja, die die, 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 die dikke. Ja, ja, ik wou ook zeggen die dikke. <laughs> <laughs> yeah. Give me two, three bad motherfuckers and I'll take over the world. sowieso zei hij. First take over that obese. Bedankt voor het luisteren. Aangezien jullie tot het eind zijn gebleven, vonden jullie de podcast leuk? Geef ons 5 sterren op Spotify. Dat helpt ons extreem erg. Volg ons op alle socials en dan zien we je bij de volgende podcast. Ciao.